Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. En ik zit nu in de auto en het is een beetje donker. En ik ga met mijn moeder naar een evenement. Papa, dit heet Concours Hippique. Als je de vlog van de vorige keer had gezien, dan weet je dat. En ja, we zijn er bijna. Het is wel warm, want het wordt vandaag weer rond de 30 graden. Dus daarom gaan we vroeg en dan gaan we 's middags alweer weg. En ja, ik ga jullie vandaag meenemen. Dus hopelijk vind je het leuk. Doe dan dat blauwe duimpje omhoog. En veel plezier met kijken. Samuel Hutten, deelnemer uit Groot-Brittannië met de Alstaner Concho. Dat is een 9-jarige zoon van Cassaro Accordswaai. Samuel Hutten, nummer 58, rider for Great Britain. We lopen nu op het terrein en hier zijn ze aan het inrijden, aan het inspringen. En hier lopen allemaal ganzen. En het is super mooi terrein. Jullie hebben net al een paar beelden gezien. Die ganzen die gaan we dadelijk aanvallen. Die ganzen gaan we dadelijk aanvallen. Maar ja, we lopen eventjes gewoon hier om te kijken hoe het hier uitziet. Het zijn Nederland. Dadelijk gaan ze aan. Nou moest je op de VIP zitten. Dan keek ze je aan als je op de VIP zat.
altijd een leuke naam hier. Even wachten, dat is een naam van een paard. En het is een Nederlander. Super grappig. Oh ja, en hier nog eentje. Excuse me. Wie bedenkt nou weer zo'n naam? Hier zijn de stallen. En er staan er trouwens ook daar wind, kijk man, van die waaien, zodat de paarden het niet te warm krijgen. Zie je het? Mm-hmm. En alle vrachtwagens. Hoi, het is nu echt al 8:30 of zo, dus een paar uurtjes later al dat ik gevlogd heb. Want wij waren denk ik rond een uur of 3:30 thuis, want het was super warm. En we wouden 's middags gewoon nog eventjes lekker thuis aan het water en zo. En ja, ik moest nog leren helaas, want ik heb morgen een toets. Maar ja, ik was eerst 3 dagen in Londen en toen ben ik 4 dagen eigenlijk gewoon aan het water geweest. Dus ik heb niet echt geleerd, eigenlijk gewoon helemaal niet. Dus eerste toets in 3 jaar waar ik eigenlijk nog gewoon helemaal niet voor geleerd heb. Echt slecht, maar goed. Maar daar gaat het deze vlog niet over. Maar ik zit dus in mijn paardrijkleren, want ik kom net terug van Feier. Ik ben ook al naar Feier geweest. En wow, kijk. Dit is trouwens de computer, de werkkamer van mijn vader. Maar ik zag mezelf in die laptop zo dubbel. Maar laat maar. En ja, het was echt super leuk, vond ik, om gewoon al die paarden te zien hoeveel spierkracht die hebben en hoe snel ze kunnen. En ik hoop dat, ja, dat jullie het een beetje leuk vonden, want ik heb niet heel veel gevlogd. Want we zaten ook bij de VIP. Ik heb een mooi bandje ervan. Ja, en daar hebben we, zoals jullie gezien hebben, wat gegeten en gewoon gedronken. En daar kreeg je dus gewoon drinken en dan zit je in de schaduw. En ja, mocht je, ja, kon je heel makkelijk kijken, want dan zag je alles goed. En ik heb beelden van verschillende plekken, dus ik denk dat dat wel leuk is. Jullie zullen wel veel beelden gezien hebben. En ja, dit was dan de video. Hopelijk vond je het leuk. Doe dan dat duimpje omhoog en abonneer je hier beneden op ons kanaal. Want als jij nog niet geabonneerd bent, dan mis je zaterdag een hele leuke video. Want misschien komt dan wel de winactie online zaterdag. Dus abonneer dan zeker hier beneden, anders kan je niet meedoen. En dan zie ik jullie zaterdag weer. Doei doei!